Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer. Eerste wedstrijd voor de Handbal NL League. Zoals dat nu heet. De strijd om het Nederlands kampioenschap wat nu al gaat beginnen. En wat zijn we blij dat we eindelijk weer eens een keer in competitie gaan. We hebben natuurlijk al een paar oefenwedstrijden gespeeld. Maar nu gaat het echt voor het echtje. Nou, de tafel is goed bezet. Carla van Dijk is de waarnemer. Neemster. En scheidsrechters Niels Egberts en Ferry van der Beek. Zeer ervaren scheidsrechters. Internationaal zelfs gefloten. Carla trouwens ook. Nou, u kijkt naar de ploeg van Aalsmeer. Met jammer genoeg één geblesseerd. Niels Dekker, die vorige keer in Limburg door zijn enkel ging. Voor de rest is iedereen fit en gezond. En dat geldt ook voor onze gasten uit Limburg. Die zijn ook allemaal up and running. Ja, we hebben in ieder geval getorst en we zien dat Aalsmeer mag beginnen met de bal. U ziet linksboven het nieuwe logo. Van het Handbal NL. Leuk dat u kijkt op YouTube. Hoop ik, want dan kunt u mee chatten. En dat doen ook Arno. Die is altijd als eerste. Arno Haijema. En Ralf Struiksma, die is er ook. Dus welkom. En Rian Hiesman, die weet nu al dat Green Park gaat winnen. Nou, dat hebben we alvast zwart op wit. De wedstrijd is begonnen. Zeer offensieve dekking van Lions. Rob Jansen. Hopsa! Rob Jansen, linkshander. Meteen. Mooi doelpunt. Even kijken naar de opstelling van Lions. Dus Jansen. Ramos. Strauven, Pieter Strauven, de Belg. Joris Baart natuurlijk, de linkshander. Ivo Steins op de cirkel. En Serge Heijnen op de hoek. En ik sprak net over de ervaring van de scheidsrechters, maar hier staat ook nog een behoorlijk ervaren ploeg van Lions. Wat wel, net als Aalsmeer, ook weer aan het verjongen is. Spelers uit deze eerste gele kaart volgens mij al. En die gaat naar het Samir Meghanem. Spelers uit het tweede. Zoals Koen van Dijk, nummer 4. Die ook hier in de Bloemhof heeft gehandbald. En Tim Roefs. Dus er zijn er nog wel een paar die een opwachting maken. Eerst op de bank en straks hopelijk een minuut kunnen maken. Ramos. Over Ramos weer. Het stevig verdedigd. Gele kaart voor Jimmy Castien. Pepijn Michielsen die in de dekking staat naast Samir met Jimmy Castien. Ivo Steins. Oh, mooi. Snelle midden uit. Oh, misverstand tussen Tim en Samir. Lino Jansen. Ja, mooie goal. 1-2. Twee mensen die bij Aalsmeer zeg maar uit de aanval gaan. Als dat verdedigd gaat worden. Oh. Behoorlijk goed verdedigd. Het zal best wel een harde wedstrijd worden. Er staat veel op het spel. Een landskampioen en nog steeds titelhouder Aalsmeer tegen de vorige landskampioen.
Ja, mooi goal weer. Rob Jansen, tweede keer. Oh, die stond al in de cirkel. Wel een goede paas van Ramos, maar Ivo die stond al in de cirkel. Schepping van Samir naar Pepijn Michielsen. Jimmy Kastien. Hard wordt verdedigd door Adams. Aanval fout. Waarschijnlijk lopen. En Roel Adams. Jasper Adams, sorry. De Roel is al gestopt. Erik Slichting, die kijkt ook weer. En Stephanie, Bart Mik, die kijkt ook weer uit. Sappemeer. Bart, best een beetje kniejongen. Elke week een stukje beter. Stijven zelf weer op het veld in je zwarte shirt. Maar goed dat je kijkt. En Erik, onze oeroeboeroe van Aalsmeer. Hè, 140 jaar in het bestuur gezeten. Strauven en een mooie redding. René Knecht. Ah, lekker. Stand is nu gewoon nog 2-2. Kijk eens hoe ze verdedigen zelfs tot aan de middenlijn bijna. Ah, mooi. Ja, hier komen ook natuurlijk gele kaarten. Ivo Steins. Ivo Steins, Peter. Ja, heel goed. Heel goed. Ja. En nog een gele kaart. Ja, zo zijn we snel door de gele kaart heen. Daar is Adams. Nou, goed toch? Dan komen er heel snel natuurlijk de 2 minuten. Tim Bottinga, hard genoeg, wel ver over. Wow, mooie paas. Prachtig. Ja, Strauven. Geweldig zeg, door die mensen heen. Kijk eens even. Goed gevonden, Serge Heijnen zijn eerste. Hele mooie paas. Welkom ook Stijn Steenhuis. Die kijkt vanuit de Zwarte Meer. Die mag pas om 8 uur commentaar geven. Maar wel heel erg leuk om te kijken. Daar wordt de wedstrijd gespeeld. Hurry up tegen Volendam. Wow, helemaal vrij. Hoppatee. Donny Vink. Ja, dat is natuurlijk... Als je zo'n open verdediging hebt, loopt er wel eens iemand achter je langs. En dan gaat het even niet goed. 2 minuten. Sami Benghanem. Had dan natuurlijk al een gele kaart. Die probeerde Ramos af te stoppen. Dat valt ook niet mee hoor. 2 minuten. Samir Benghanem. En zo zie je dan ook meteen dat Max de Maat. Die een hele goede voorbereiding heeft gekregen. Toch weer. Zijn shirt uit moet doen om dat even aan in te pikken. Heino Blauw. Goeiedag. Heino die zit ook in het Zwarte Meer. Te kijken naar zijn zoon. Ja. Mooi goal. Doris Baart. Stand 3-4. Heino die zit ook in Zwarte Meer naar zijn zoon te kijken. Erik Blauw.
die bij Volendam de middenbouw bezet. Edwin Bakker. De Tijgers van Aalsmeer. Ja, tot nu toe gaat het goed. Ze vechten er hard genoeg voor. Wel 3-4 achter met nog 1 minuut een leeg doel. Max de Maart, u ziet hem. De Tarzan van Aalsmeer. Donny Vink. Komt uit de hoek vandaan. Bal kwijt. Oh. Ja, je kunt ook niet altijd geluk hebben. Hoyting is er blij mee. Oké. Oh, ook daar wordt een keer over geschoten. Serge Heijnen, want het ging voor de tweede. Maarten Roestenburg, welkom. Quincy die wil proberen om de 29ste te komen als we tegen Volendam. En daar gaan we alles aan doen om technisch natuurlijk zo'n ontzettende knappe commentator te hebben. We hebben nu natuurlijk niet de camera naar ons toe, want ja, dat wil je toch niet zien. Maar ja, zo'n hele knappe, dat willen we wel. Dus die gaan we proberen. Samir Benghanem. Oh, die wordt aangepakt zeg. Kijk eens, wordt eerst nog vastgehouden en dan nog een keertje in de ronde gegooid door Joris Baart. Maar Jasper Adem die had hem ook al vast. Goed, 3-4. Kans op 4-4. Donny Vink moet het even gaan doen. Even dweilen. Heel goed. Donny Vink tegenover de Goiting. 4-4. En de tweede voor Donny Vink. Lekkere wedstrijd hoor, dames en heren. Lekkere wedstrijd. Paul Maas is er ook. En Monique is er ook. Monique Alsengeest. Die mag ook wel weer eens een keertje lekker achter de tafel zitten. Hè? Is ook wel leuk hoor. Terug naar de wedstrijd. Volgens mij was dat lopen, maar Ramos, daar komt hij. Oh, ook lopen. Ramos vond het niet. Oeh, wat gaat daar gebeuren? 2 minuten. Ik zag Ferry van de Beek, die zag ik naar zijn achterzak kruipen. Ik denk, nee toch? Nico Steins die waarschijnlijk iets niet goed gedaan heeft. Kunnen we terugkijken, Peek? Want als je Ferry en die zat het bovenop. Oh, te laat, jammer. Jesse is er ook. Hallo Jesse. Monique vindt het nog wel een leuke wedstrijd, dus dat is leuk. Ja. En Maarten, jij hebt je meegenomen naar Volendam. Wat ben je aan het doen dan? Nou ja, oké. Praat er maar. Tim Bottinga. Ho, 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 ho. Ja, koekoek. Kijk eens even zo. Hup. Doei. Ja. Jasper Adams die kijkt. Oh, we hebben al een gele kaart aan de bank. Vreselijk aardige man, overigens. Christophe Jaurik. Jaurink. Even de boekhouding doen, zie ik. Even Niels naar de Carla van Dijk. Die nog steeds fluit, overigens. Oh, er is toch nog even wat aan de hand. Even overleg. De heren scheidsrechters, dat doet Niels en Ferry ook, die kijken in de rust zelfs, in hun kleedkamer, soms dingen al terug. Dat ze even kijken van ja, hoe zat dat nou en hebben we dat nou goed gezien en deden we dat nou goed? En dat is hartstikke leuk om te horen. Dat wij dus met onze
slow motions of met herhalingen, dat we even terug gaan kijken. Dat ze even kijken van, goh, wij hadden die beslissing daar en daar, was dat goed gegaan? Overigens, dames en heren, u bent gewend om in de pauze, in de rust en aan het eind van de wedstrijd hoogtepunten te zien. In de rust gaan we dat wel doen, maar aan het eind niet. En dat komt omdat wij verplichtingen hebben weer verderop. En dat heeft te maken met de feestweek, die niet doorgaat. Maar wij zijn een alternatief programma. En ook daar gaat het Green Park TV-team heen om live verslag te doen van een paar gebeurtenissen, een paar interviews en noem maar op. Strauver die wordt aan de kant gegooid, want die heeft bloed. En dan moet je van het veld af. Dan komt Roefs, die komt binnen. Dat is ook niet verkeerd hoor. Dat is echt een talent. En ook Björn Markart die is in het veld gekomen in plaats van Ivo Steins, die natuurlijk een 2 minuten staf heeft. Wat nog maar 1.30 is. We hebben de sponsor van de week. Dat is de Content Creative. Mannen die prachtige mooie logo's kunnen maken. Dingen kunnen verzorgen voor Instagram, Facebook. Maar ook je visitekaartje, je envelopje, nou, noem maar op. Mooi bedrijf, maken mooie dingen. En wij maken een mooi verslag van deze wedstrijd. Aalsmeer tegen Lions. Stan Teeuwen, die is er ook weer. En Joran Kremers. Roefs, Adams. Adams, goed aangepakt. Ja, aanvallende fout. Aanlopen bij Jimmy Christine. Aalsmeer in de aanval. 5-4. 11,5 minuut gespeeld. En Tranevici is weer in het veld. En die was in Limburg was die uitermate goed. Man of the match zelfs. Schijnbeweging naar de hoek. En Tim Bottinga. Oh, mooie redding, Luc. Ja. Meteen naar de kant. Caroline van der Hoven. Je hebt het over Robbedoes. Die is, wow, bekeken schot zeg. Geweldig. Ja, mooi. Dat is Baart zijn derde al. Vijf, vijf. Echt bekeken, zo prachtig mooi in de kruising. Wow, we gaan hem. Goed aangespeeld. Mooi hoor. Lekker. Ja, die open dekking. Adams die er bijna aan zat. Maar die lange armen van de aanvoerder die kon nog beter even bij de bal. En 6-5. Joran Kremers. Stan Teeuwen en Paul Maas die vindt het ook mooi. De fanclub van Rob Jansen. Oh, dus Rob Jansen is Robbedoes. Oh, nou, dat is dan wel weer goed om te weten. Ramos. Maart. Oh, achter zijn rug langs. Ja. Iets te scherp. Dus kwam hij niet bij Serge Heijnen terecht. En daar is Tobias Marks. Oh, aan de paal. Ging dat goed? Ja, heel goed. Ja. Schijnt zegt de Niels die het goed zag. Kijk. Op de paal, binnenkant paal. En dan gaat hij hem. Oh, voor afgelopen. Hij haalt hem uit de cirkel vandaan. Maar dan ligt hij in de cirkel. Dat mag niet. Oh, we gaan hem nog een keer kijken. Heel goed, Peter. Wat een techniek toch weer, hè? Kijk. En dan staat hij dus in de cirkel met zijn voet. Dat hij de bal dus teruggooit. En dan krijgt Aalsmeer dus daar door de bal.
mooie paas. Ja, 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 ja. Ik zei net dat Christophe, de trainer van Lions, best een aardige man is. Maar dat kan wel een knop om, hoor. Uit beeld trouwens, je ziet het niet, maar... Wow! Wordt wel aangepakt, hoor. Kijk eens even, er gebeurt op de cirkel nog van alles natuurlijk. Kijk eens even. Wel, overigens wel een mooie redding. Van Luc. Ik nog eventjes... Even... Ferry van de Beek die... tegen Rob Smeits tekeer gaat. Van met Schuurtje die er eventjes mee gaat bemoeien. Even rustig, even rustig. Heel goed. Meer ervaring als Lambert Schuurs en Bert Bauer hier, dat is er niet, hoor. Goed, 6-5. 2 minuten straf voor Lions. En we hebben weer een penalty. Nou, daar staat Donny Vink weer voor. En Luc Hoyting staat nog steeds in de goal. Ja, mooi, hoor. Cool. Donny Vink. Oké, hij heeft er al 3. 7-5 is de stand geworden na 15 minuten gespeeld. We hebben lege goal bij Lions. Hele andere verdediging zoals u ziet. Al moet ik wel zeggen dat Lions ook een beetje gaat zakken. Ze stonden wel erg ver vooruit. Oh, mooie redding. Ja, ja. En een makkelijke goal van Pepijn Michielsen. En die is daar heel erg blij mee. Wat een schreeuw, zeg. Wat een verluchting. Opluchting van Pepijn Michielsen. Die ontzettende dramajaar had vorig jaar natuurlijk met de blessures. Maar ook een... Uitstekende voorbereiding gehad heeft. Dat is het enige voordeel van dat we allemaal zo lang hebben moeten wachten. Dat iedereen zijn pijntjes kwijt was. Bal kwijt. Even de tijd stil omdat iedereen op de grond legt. Dan krijgen we nog meer blessures. Jacqueline Jansen is er ook. Semi Baas. Hup Alsmeer, hup Donny. En dan heb ik nog... Ik heb nog iemand... Ik ben voor Alsmeer. En wat speelt Alsmeer goed? Nou, dankjewel. Alleen ja, er staan zoveel tekens bij dat ik niet weet wie dat is. Maar we hebben ongelooflijk veel mensen die zitten te kijken. En meechatten op het YouTube-kanaal. Dus blijf dat doen, want dat vinden we leuk. Ah, mooie goal. Weer Joris Baart. Daar moet het toch wel vandaan komen. Wordt gelanceerd door Pieter Strauven. En weer in zijn, volgens mij wel, favoriete hoek. Dus René is... Oh, wat een mooie paas. Rob Jansen, die ziet Donny Vink helemaal vrij staan. Kijk eens even. Springt hij hoog. Mooi goal. 4e. 9-6 is de stand. En Christophe Jorenink die trekt even aan de rem. Die zegt nou even bij elkaar komen. Want we moeten hier wat aan doen. Het is een scherpe wedstrijd, dames en heren. Wordt veel gevergd van iedereen. Maar ook van de scheidsrechters die goed fluiten. Zeker. En ook... oh, kijk. Staat me toch nog in beeld, Peter. Zie je nou hoeveel knapper jij bent als ik? Hè? Ziet ook de fotografen zitten trouwens. Kik en
Kik Spaargaren en meneer Maarsen. Ook altijd van de partij zijn. En 200 man. 200 man op de tribune. We gaan zo eens even kijken hoeveel er mensen er op de livestream zitten te kijken. Dat kunnen wij ook bijzonder zien. Dan gaan we zo even kijken. Wel dan de sponsor van de week. Nog even de Content Creative. Mensen die mooie dingen maken. Net die Harting zit ook te kijken. Ruim 300. 325 al. Rechtstreeks op de stream. Dus, naast geschoten. Ramos is niet blij. Temperament, hè. Portugees. Uit beeld zie je de Luc Hoyting. Die ziet hem een beetje zo van, doe nou eens even rustig, joh. En die moet er eigenlijk wel een beetje om lachen, want die... Goed. Nou, dan gaan we weer. Strauven. Ja, hij gaat winnen. Even kijken wat daar nou precies fout gaat. Ja, kijk eens wat Ivo Steins doet. Zoveel foute dingen zie ik niet. Nou, Pepijn is in ieder geval de schuldige aangewezen. En die krijgt 2 minuten. Ivo Steins die ook een spare zette. Maar die ging ook tot douwen. Om een vrije gang van Pieter Strauven te maken. Maar ja, daar kwam Pepijn daartussen. Prachtig natuurlijk dat die scheidsrechters die beelden ook allemaal weer terugkijken. Want daar leren ze natuurlijk ook weer van. Daar worden ze weer beter van. Dat is alleen maar goed. Alle verenigingen die delen ook die beelden. Dus wij zetten straks alles weer op een sticky. Dat gaat weer mee met Lions. En dan kan Lions daar ook weer wat van leren. En zo doen we dat andersom ook. Hé, hey, daar is die Ramos. Nou, dat was wel een soort van bevrijding, want die wilde wel heel graag scoren. Mooie schijnbeweging trouwens. Juan Ramos. Ramos die scoort. En voor Lions. En die mag eventjes aan de kant zitten. Want dan staat de verdediging ploeg er weer in. Donny Vink die... de bal niet meeneemt. Ja. Slordig. Jammer. En de Lions dus weer. Jasper Adams. Ja. En Donny Vink. 2 minuten. Dat zijn twee keer 2 minuten. Dat wordt nog wat. Annemieke Wagenmakers zit in Brabant ook te kijken. Ook van de fanclub van Rob Jansen. Joris Baart, goed geblokt, Joris. Sami Ben Ghanem. Hard schot hoor. En doe het maar met z'n vieren tegen 6. Oh, bom! Hoho! Hard hoor. Ja. Prima verdedigd. Gaan er maar aan staan. 6 man tegen 4. En dan toch nog de bal weer krijgen. Hard gewerkt. Door de Tijgers uit... Aalsmeer. Waar de Stranovicius en Rob Jansen. Wow, daar zat het goed net aan.
zat er met zijn handen aan. Nico Steins die zegt, ja, dat is toch een cirkelverdediger, ik wil gewoon een penalty. Maar hij stond zelf ook in de cirkel. Ja, misschien heeft hij wel gelijk. Nog 45 seconden, man minder. En dan hebben ze het toch nog een beetje overleefd, zelfs met een doelpunt gemaakt. Dus 10-7. Bijna 20 minuten gespeeld. Ivo die blijft toch nog eventjes... Ramos die gewoon even tegen Bert opgaat. Strauven tegen de paal. Nou, Lions heeft ook niet echt veel geluk. Maar ja, aan de andere kant, Aalsmeer heeft ook al een paar keer op de paal en op de lat geschoten. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Het is een scherpte die er is. Ramos die zich een beetje gaat frustreren. Hier is het scoreverloop. Ja, het gaat best wel gelijk op. Alleen ja, het verschil is nu 3. Samir die toch nog even doorging. Even dweilen. Dat zie ik al. Dan hebben we weer even rust. Ondertussen op YouTube praat iedereen met elkaar, dus dat is wel hartstikke goed. Oh. Scherpe, mooie paas, maar net even... Oh, mooi op de hoek. Nino Jansen, ja mooi. Mooi goal. Zijn tweede. Lopen. Hard verdedigd hoor. Nou, dat wordt aan de tweede kant. Dat wisten we van tevoren. Ramos die de bank nog eventjes op zweept. Van kom op, kom op, kom op. Snel spel van Aalsmeer. En daar komt Tim Bottinga. Oh, mooie goal. Oh, mooie redding ook. Wow. Mooi hoor. Penalty. Even kijken. Weer die stuiter. Dat deed hij net ook al. Ja, Ivo stond wel helemaal dik in de cirkel. Dus voor Adams die daar natuurlijk nog even wat over wil zeggen. Uiteraard. Zijn Reis die zegt, ik ben voor Bevo, maar nu voor Aalsmeer. Ja, Bevo speelt niet, want we hebben natuurlijk 5 ploegen in de handbal NL League. En dat is nu Hurry Up tegen Volendam, wat om 8 uur gaat beginnen. En Aalsmeer tegen Lijns. Dus één keer in zoveel tijd heeft een ploeg vrij en dat is nu Bevo. Wederom goal, Donny Vink. Dat zijn zijn 5e. 11-8 is de stand met nog 8 minuten te spelen in deze eerste helft. Luc Hoyting die de goal weer inkomt. Ursula Vlijm die is er ook nog. En die zegt dat spelen ze goed bij Aalsmeer. Dat vinden wij ook. Dan hebben we ook nog even een keeper staan. Die het schot, best wel hard schot van Ramos... keert, maar over de zijlijn, dus deze Lions dan toch weer in balbezit. Ah, en weer een prachtige mooie redding van René de Knecht. Even dweilen.
Want Samir Benghanem die die terugkomende bal weer een tikkie gaf. Zodat Ivo Steins die bal niet kon pakken. En zo dat Pepijn het weer ook kan doen. Scoren verloopt nog een keertje. Verschil is nog 2-3. En de dominantie. Wat een grote punten. Zoveel dominantie zijn we hebben ook niet. Oh, daar is de wedstrijdsponsor. De Content Creative. Nou, er zijn heel veel mensen voor Bevo, zie ik wel op de chat. Ja, dat is mooi. Samir Benghanem, bal achter zijn rug om te kijken. Ja, 2 minuten. Ivo Steins. Even kijken wat hij deed. Oh, die duwde iemand naar beneden, zegt de scheidsrechter. Even kijken. Ja. Dat was dan de eerste overtreding wat gedaan werd. Tweede 2 minuten voor Ivo Steins. Bal kwijt. Ja. Karambol. En Luc Hoyting heeft hem nu. De paas. En, oh, mooi, lekker, Luc. Ho. Kijk eens even. Over de hele makkelijke goal, zou je zeggen. En daar komt opeens als superman Luc Hoyting voorbij vliegen. En die pakt de bal. Mooi hoor. En weer terug op de bank, want een mannetje minder. Mooie goal. Serge Heine. Veel passes die niet aankomen. Time-out. Nog 8 seconden ondertal, dus snelle aanval. Moet snel afronden, omdat je dan het voordeel hebt dat je natuurlijk een mannetje meer hebt. Eens kijken of dat gaat lukken. 12 seconden is hij teruggestuurd. Zie ik wel. Rob Jansen. Ja, mooie goal hoor. Derde dacht ik, of ze vier al. Wel een beetje goed meeschrijven. 12-9. 5 minuten te gaan. Eerste helft. Boeiende wedstrijd. Twee goed handballende clubs. Verenigingen. Serge Heine. Aangepakt door Samir Benghanem. En Tim. Zit je zo in een soort van Haagse sandwich. Ramos op zijn hielen. Bam. Recht op het gezicht van René de Knecht af. Let hem erop. Hij had hem wel. Serge Heine die trouwens de opbouw op zich neemt. Oh, weer een mooie redding van die geweldige keeper. René de Knecht die groeit in de wedstrijd.
Tweede jaar overgekomen van Hurry Up. Maar in zijn jeugd heeft hij bij Hellas gespeeld. En toen was hij al heel goed. Ik weet nog wel, Nederlands kampioenschap B en A was hij al helemaal top. En hij is blij met Aalsmeer. En Aalsmeer is blij met René. Bijna een paas naar Samir. Ja. Lino Jansen. Krijgt een douw. En 2 minuten voor Samir Ben Ghanem, denk ik. Nee, Tim Donny Vink. Ook zijn tweede. Ook een penalty natuurlijk. Ja. Hij hangt al in de lucht en dan raakt hij hem aan. Dat mag natuurlijk niet. Dus een terechte 2 minuten. Het regent 2 minuten, dat wel. Maar ja, het is allemaal terecht. We hadden wel van tevoren al gezegd. Het wordt een harde wedstrijd, wordt hard verdedigd. Oh, goal. Rob Smeits. Zijn eerste nog maar. Ja, omdat Sergio Heijnen op zijn plaats stond. En Sergio Heijnen nu op de plaats van Joris Baert. Ik heb niet echt de indruk, want hij zit beneden bij mij, dat hij geblesseerd is ofzo. Maar God, die schoot er toch een paar in, dacht ik. Nou, die krijgt gewoon even rust. Van de Duitse. Oeh, die wordt ook weer aangepakt hoor. Rob Smeits die Samir nog even een tikje op zijn hand geeft, waardoor hij dus ook uit balans komt. Sluit bij, kijk hem maar. Dan krijgt de bal. En een tak. Gebeurt aan alle tweede kant door, dames en heren. Maar het is gewoon contactsport, hè. Oh. Toch genieten, hè. Hij blijft gewoon hangen. Hij kijkt, hij blijft kijken. Ik zie Luc al naar de hoek gaan. Hij wacht gewoon tot de keeper beweegt en dan schieten. Vaida Stranovicius brengt de stand op 13-10. 2,5 minuten gaan. Sergio Heijnen, Ramos. Strauven die helemaal naar de hoek. De bal gaat. Sergio Heijnen, Ramos weer. Ja, aanvallende fout. Nou, kijk maar uit, want die gaat er straks helemaal uit zijn kanarie als die te veel tegengefloten wordt. De content creative komt nog even in beeld. De mensen die mooie logo's maken, ontwerpen, content voor Instagram, gifjes en dat soort dingen. Creatieve mensen dus. Lege goal bij Aalsmeer. Nog 34 seconden. Verschil blijft 3 punten. Zo niet bij Ghanem die nog even een... Wauw, mooie goal. Mooie redding, sorry. Van Luc Hoyting. Goed opgesteld. Jasper Adams die... Heel zacht bekeken balletje wilde... Maar ja, was uit balans. Gooi die niet hard. Kijk er maar. Weinig aan de hand. Aalsmeer bijna weer compleet. De bal moet nog 1 keer rond en dan gaat het goed. Oké, okay, ja, mooi goal. Rob Smeits. Zijn tweede. Mooi hoor. 13-11. 1 minuut te gaan. Iedereen weer compleet. Geen lege doelen meer. Daar is Donny Vink. Die heeft geen vervanger. Ja, die hebben we natuurlijk wel. Want die hebben we uit de tweede gehaald. Jeremy van der Ban. Want Niels Dekker is natuurlijk door zijn
door zijn enkel gegaan vorige week. Ramos die het waarschijnlijk moet afmaken. Kijk je maar. En dat mislukt. En het is tijd. We gaan rusten met 13-11. Lions gaat straks weer beginnen met de bal. Dus die hebben dat voordeel nog wel. En wij gaan nog eventjes naar de hoogtepunten kijken. We kijken eerst nog eventjes naar de scoreverloop. En het gaat gelijk op. Hè. U ziet het gat is eventjes geslagen bij een minuut of 10. Toen werd het 3. Toen bleef het heel lang 3. En toen werd het 2-2. En nu is het weer 2. De dominantie is voor Aalsmeer. Al die mensen die op de chat zitten vind ik ontzettend gezellig. Hebben we nog nooit zoveel mensen gehad. Volgens mij Daan van de Heugde. De Nettie is er ook nog steeds. We zullen de groeten doen aan de omroepster. Zeker, Ellen. Ja. Dames en heren, wij gaan even rusten. 13-11 is de stand. Wij komen met de hoogtepunten eventjes naar toe. En wij komen over een kwartiertje weer terug.
Er zijn wel weer. Voor de tweede helft. En je ziet de mannen half door het beeld komen. Omdat de sponsor van de week er nog in staat. Content Creative. Feestweek is het deze week in Aalsmeer. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet door. Vuur en licht. En de Pramer Race. En ook de feestweek. De feesttent waar alle artiesten... dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar er is wel een alternatief programma. Dus op dit moment is er een pubquiz op Radio Aalsmeer TV. En daar kun je een leuke prijs winnen. Maar je vindt het is leuk om al die ontzettend leuke vragen te zien. Vooral heel veel filmpjes van bekende Aalsmeerders. Van de ijsboer tot de watertorenbeheerder. De burgemeester en noem maar op. Daar kijken de mensen allemaal naar. Dat duurt tot 10 uur. En dan om van 10 tot 11 is er dan een programma. Dat is een feestweekjournaal met allemaal interviews. En daar moeten wij acte de présence geven. Commentaar geven, filmen. Peter doet daar de regie. En dus daarom hebben wij straks geen hoogtepunten meer na de wedstrijd. Dus we maken wel de wedstrijd af. U kunt hem helemaal zien. Alleen het mooie is dat u dan bijvoorbeeld op internet... Radio Aalsmeer TV intikt. En dan kunt u nog eventjes meedoen met de pubquiz. Hartstikke leuk. Maar daarna, en daar zult u geen spijt van hebben. Zeker niet als u uit Aalsmeer komt. De uitzending kijken. Feestweekjournaal. En daar allemaal interviews met mensen die iets te maken hebben met het prachtige initiatief. Van de Aalsmeerse vlaggen die overal nu hangen. Er zijn echt een paar duizend vlaggen verkocht in Aalsmeer. Het rood, groen, zwarte. En die... Dus heel Aalsmeer hangt nu helemaal vol met die vlaggen. En er worden nog wel allerlei interviews gedaan. En oude beelden van de oude bloemcorso van 50, 60 jaar geleden. En ook nog zelfs oude Pramerace van 20 jaar geleden. We wachten eventjes op het sein dat we weer aan de gang kunnen. Iedereen aan de kant. Dan hebben we nog wisselingen. Aan de kant van Aalsmeer niet. Daar zat de verdedigingsploeg in. Joris Baart wel weer in het veld. Met volgens mij kunnen we beginnen. Ja, ja hoor. Dus na deze wedstrijd meteen overschakelen naar Radio Aalsmeer TV. En genieten van oude beelden, leuke interviews, pubquizje. En aan het eind, rond een uur of 10:15, een behoorlijke verrassing. Meer kan ik niet zeggen. Bij Lines is wel een verandering, want daar is Roefs. Ah, kwam er wel goed doorheen, maar mooie redding meteen weer voor René. Die goed zet te keepen. Pepijn Michielsen en Jimmy Kerstien er even uit. Cirkel. Kruip door, sluip door. Ivo Steins die onder Samir wilde gaan, maar dat lukte niet. Klein maar vreselijk sterk Ivo Steins. En daarbij ook nog een ontzettend aardige jongen. Maar ja, zijn er geen aardige jongens. Ook Ramos is een ontzettend aardige vent, maar ja... Zoals bij de meeste handballers gaat de knop gewoon om en worden het beesten als ze in het veld staan. En weer aanlopen. Bal niet goed neergelegd. Ja, heel netjes, heel goed. Op dezelfde lijn zegt Bert hier buiten beeld. Maar wel mooi gelijk. De scheidsrechter Egbers. Ik kijk nog even naar Bert van Bert, haar naar mijn mond. Want die weet dat ik gelijk heb. En dat heb hij ook. Goed. Oeh. Ah, die voelde ook al dat hij werd aangeraakt door die Vink. Wel in de goede hoek, want daar stond de doelman van Lions niet. Maar hij werd dus aangeraakt vandaar dat hij naast ging. Sammy Becha. Wow! Fantastisch!
Maar kijk eens eventjes hoe die Ivo Steins. Oh, dat is echt een mooie goal, dames en heren. Tweede voor Samir Ben Ghanem. Als een rugzak hing Ivo Steins aan het lichaam van onze aanvoerder. Maar toch nog onderhoud en dan helemaal in de kruising. Mooiste doelpunt zeker deze wedstrijd. Ja, met die oefenwedstrijd tegen Bevo, die van Tom de Bruin. Ik heb hem nog niet op Handbal Insight gezien trouwens. We hebben hem wel gestuurd. Uit de lucht vandaan, achter zijn rug om. Prachtige goal. Weer een redding van onze doelman. Er gebeurt weer van alles daar op de cirkel. En dat heeft natuurlijk altijd weer met Ben Ghanem te maken. Alle twee minuten. Ja, dat is ook de tweede voor Samir. En Roes wordt er ook uitgezet. Even kijken wat daar staat. Ja, nou ja. Wel een nippon. Maar dat geeft geen punten. Oh, we gaan nog één keer kijken. Ja. Nippon. Ja. Max de Maat staat in het veld. Lege goal. En dan gaan we 14-12. Ah, daar gaat hij. Mooie goal, makkelijke goal. Van Ramos. Ja, die is er blij mee. Ja, laat maar horen. Ja. Ja, er zitten een paar mensen maar op de tribune. Van de Lions vandaan. 14-13. Wow, lekker hoor. Tim Boddinga. Zijn tweede. Binnenkant paal. Hop, achter de keeper langs. Kan nog niet echt zijn stempel zetten op deze wedstrijd. Maar misschien nu is het weer een soort van bevrijding dat hij die goal heeft gemaakt. Dat hij zegt van nou, nu ga ik op schot. Ivo Steins helemaal vrij. En weer een geweldige redding van René de Knecht. En die wordt weer afgefloten. Wat zal er gebeurd zijn? Ik hoor het niet zien. Penalty, zegt hij. Dan moet het cirkelverdediger zijn. Want voor de rest zag ik niet zoveel enge dingen. En dus langzaam komt de Lions terug van een 3 punten achterstand naar 2 en soms 1. Smijts tegenover voorbij. En die pakt hem. Lekker even een invalbeurtje. Ja, die is er blij mee natuurlijk. Marco voorbij zorgt ervoor dat Aalsmeer nog 2 punten verschil maakt met de Lions. Eén keer even terugkijken. Eerst de schijnbeweging en dan vol tegen zijn voet aan. Boddinga. Die paas naar de hoek van Henny Vink. En, goal. Heel apart. Duurde erg lang voordat René de Knecht in het doel kwam. Schot werd dus geblokt en ging toch het doel in. Gewoon een goal, zegt Ferry van Beek. Natuurlijk. Wordt van richting veranderd en komt gewoon in het net. 15-14 en zo is het verschil nummer 1. Ramos die nog eventjes wordt geplukt.
Samir wordt enorm goed aangepakt. Maar ja, daar stond Donny Vink. En die... Er stond als tweede cirkel, zeg maar, opgesteld. Die kreeg wel de bal, kijk er maar. Helemaal open, scoren en kans. Maar goed. Gewoon een vrije worp. Geen straffen. Gewoon weer beginnen. Donny Vink. Heerlijke goal. Volgens mij is het zesde, als ik meegeteld heb. Overigens, Smijts die in de cirkel stond. 16-14. Tim Roefs die doorgaat. Paul Elfrink zegt van achteren op de bal verdedigen. En Erik Slichting zegt dat de scheidsrechters een stroeve start vinden ze dat maken in de tweede helft. En die hebben waarschijnlijk te veel beelden teruggekeken in de pauze misschien. Bruine Beer die zegt van pak dan zelf de fluit. Nou, als je alle wedstrijden moet fluiten die Erik heeft gefloten, ga er maar een paar jaar voor zitten. Ramos. Bal zit er tussen. Hop, en Pepijn Michiels, die heeft hem in ieder geval. Er gebeurt best veel aan alle twee kanten trouwens. Dat die bal op een of andere manier wordt aangeraakt en eventjes gecarboniseerd wordt. En... goed. Dat is de reden van de penalty. Ah, van achteraan. Oké, goed paal. Dankjewel voor de uitleg. Druk in de ronde geschud. Up. En daar gaat Tim Roefs voor de tweede keer. Ja. Ja, dat mag ook wel. Want dat was nou niet echt dat je... Niels de Jong in het veld. Die neemt even de honneurs waar voor Tim Bottinga. Tim kan hard schieten, maar... Niels de Jong kan ook heel hard schieten. Samir helemaal in de mangel. Ook weer een penalty. Donny Vink. Donny Vink tegenover Luc Hoyting. 7 goals voor de nummer 8 van Green Park Aalsmeer. 17-14 is de stand. We hebben 7,5 minuut gespeeld in de tweede helft, dames en heren. Lekkere wedstrijd. Ramos die behoorlijk tekeer gaat. Elke keer door spelers heen wil gaan. Nu is hij er voorbij. Ja, maar daar staat René de Knecht nog even. 2 minuten. Even terugkijken. Kunnen we er terugkijken, Peet? Van de Bruin. Oh nee, Tobias Marks, overigens. Even terugkijken wat er gebeurt. En daar komt Ramos aan. Ja, die hangt eraan. Hij hangt eraan.
Twee minuten. Dus weer met een lege goal. 17-13. Vier punten. Zoveel is het nog niet geweest. Maar nog niet te vroeg te juichen, want Lions zijn ook Lions. En wat heb ik gezegd? Oh, ik wou zeggen, die was hard genoeg. Maar die werd afgekeurd. De goal werd afgekeurd door dat het aanlopen was. Ja. Smijts die bijna 2 centimeter korter werd hierdoor. Lions nog 10 seconden met een man minder. Dus een lege goal. Aalsmeer. Nog een ruime minuut. Strauven. Smijts. Ja, mooi hoor. Mooi stuiterbal onder de Knecht door. Ach, 17-14 is de stand. Peter verandert het ervoor, dames en heren. 17-14. De laatste goal was afgekeurd van Niels de Jong. Want dat was aanlopen. Samir Ben Ghanem. Oh, goed verdedigd, zeg, door Lions. Ja, ja. Eerst Samir die de bal afgeeft naar Rob Jansen. Maar ook die werd goed afgestopt. Wow. Bovenkant lat. Door Dranivisius. Door de spaart. En daar hebben we Rob Smijts weer. Oh, hele gevoelige veeg. Kijkt u eens. Mooi hoor. Hij heeft ook heel lang hangen. En laat de bal pas los op het moment dat hij bijna op de grond komt. Hij is ook op het lijns weer terug op 2, 17, 15. Mooi vrij gespeeld. Wow! Ik wou zeggen, nou, Samir die gaat natuurlijk nu gewoon schieten. Maar nee, die geeft hem nog aan Rob Jansen. Maar ja, die schiet hem op de paal. 17-15 blijft het. Van Straten. Die nu... Ja, daar is hij weer. Ik wilde al zeggen, Joris Baart die is eigenlijk niet zichtbaar in deze tweede helft. Maar ja, ik wilde op het moment dat ik het wil zeggen, schiet de bal er gewoon keihard in. En zo is het weer 1 punt verschil. Zo ziet u het scoreverloop. Dan komt het toch weer heel langzaam, komt het weer naar elkaar toe. Maakt de wedstrijd alleen maar spannender. Time-out voor Aalsmeer. Bert Bauer, die nog even een praatje wil doen. Waarschijnlijk met Wai Wong. Kijk eens, ja, dit is nog tot nu toe de mooiste goal van deze wedstrijd. Gaan we weer. Dranivisius. Met Niels de Jong en Rob Jansen. Mooie. Wow. Weer 2 minuten. Kan niet anders. Ben Ghanem die... Geen 2 minuten. Nee.
Boom. Nou. Oké. Geen 2 minuten. Donny Vink. Ja, ja. Paul Maas die vindt het ook. Dat was gewoon een 2 minuten. Het is ook een hele goede aanvaller. Maar ook een hele sluwe verdediger die erop smijt. En als de scheidsrechter het niet gezien heeft, ja, dan is hij slimmer. 18-16. Joris Baert loopt weer aan. Daar hebben we Niels. De jongen. Die houdt hem even rustig. Pepijn Michielsen die eventjes de kant weer op gaat. En daardoor Rob Jansen en Tranevicius weer in het veld krijgt. Tom de Bruin op de rechterhoek. Samir Ben Ghanem helemaal vast. Wordt door 2 man vastgehouden. Door Jasper Adams en onze Portugese vriend. Daar is Niels de Jong. Wow, weer tegen de paal. Donny Vink. Niet te geloven. Wat een mooie goal. Volgens mij is een 7e. Maar echt bijna. U ziet, hij had bijna geen ruimte. En Luc Hoijting denkt ook echt zo van, nou, hij kan er nooit langs gaan. Ik sta toch tegen die paal en hij kan hem er toch niet naschieten, langschieten. Hij schiet hem er gewoon langs de benen van Luc heen. 19-16. Ramos met Joris Baert. Wow, en een redding. Ja. Goed gezien. Kijk u eens. Kijk, hij wordt meegepakt. Hij wordt aan zijn arm gepakt. En nog even een duwtje mee. 2 minuten. Niels de Jong. Goed gezien, scheidsrechter. Ja. Ja, zegt hij. Dat klopt. Rob Smijts. Met Marco voorbij. Want ja, die had net ook die bal uit het doel geranseld. Guido van der Heuvel vindt het een 2 minuten show. Ja. Als het de straf is, is het de straf. Marco vindt dat hij deze redding gedaan heeft. Is niet zo, want hij schiet hem keihard op de paal. Maar hij dwingt hem natuurlijk wel heel scherp te schieten. En te scherp. Samir die bijna in de cirkel stond om die bal terug te pakken. Dus dat was ook nog weer net aan. Goed, dames en heren. Ik ben enorm aan het genieten van deze wedstrijd. 19-16. We hebben nog wel 1,5 minuut. Wow, jongens, het wordt toch gek. Ja, weer 2 minuten. Of niet? Kijk eens hoe hard die wordt aangepakt. Adams die hoekt hem aan alle kanten. En dan hebben we er nog even Straten die nog eventjes een duwtje. En een... Ik zou ze terug wel eens willen zien. Helemaal onder de bult en een krassen. Maar het is aan de andere kant ook. Want het is uitdelen en ontvangen. Op zeker. Aalsmin in aanval, 19-16. We zitten bijna op de helft van de tweede helft. Tranevicius, kijk eens even zeg. Nou, dan wordt Ramos nog eventjes een... Even kijken hoe die wordt aangepakt. Kijk eens even. Ja... Ik zou bijna gaan meezingen bij Europe, maar dat doen we niet. Want dat kost kijkers, dat kost kijkers. Ontzettend scherp verdedigd. Wow, hij was helemaal vrij hè. Samir was helemaal vrij. Te snel gefloten vond hij, maar het was lopen, zei Niels Egberts. Bal eventjes schoonmaken, even rust. Enorm veel spanning op die wedstrijd. Kijk eens hoe vrij die stond. 1, 2, 3, 4. Ja. Lopen. Maar wel een overtreding. Dus vandaar dat we de vrije worp mogen nemen. Daar is Tim Bottinga weer.
En die heeft een vangbal, ja. Ramos die... Helemaal aan het juichen omdat hij die bal... Samir die helemaal over zijn voeten heen loopt. Even een... Kijk eens even kijken wat hij doet. Kijk, hij gaat lopen. Struikelt. Volgens mij zelf. Scheidsrechters eventjes overleg van was het nou een overtreding of niet. Maar Niels vindt het geen overtreding. En die zegt, ik heb het goed gezien. Lions de bal, 19-16. Iets meer dan een kwartier nog te spelen. Ik zie nog wel dat buitenbeeld dat Samir nog even met Ferry van de Beek. En hier Bert Bauer die zegt, jongens, focus op de wedstrijd. Neem hem mee. Ivo Stijns die trouwens weer in zit. Gele kaart voor Bert Bauer. Door Ferry van de Beek. Volgens mij was Bert niet aan het praten tegen Ferry. Maar waarschijnlijk tegen die spelers van over de scheidsrechters. Hoe sluw is zo'n trainer natuurlijk dan? Ramos. Ja, mooi. Cirkelverdediger, zei Pieter Strouwval. Van, kijk eens, hey, hij staat in de cirkel hoor. Ik moet een penalty. Nou, die krijgt hij ook. Paul Maas vraagt of die scheidsrechters uit Limburg komen. Nou, dat is niet zo. Nee, die komen uit Breukelen. Goed, Ramos die de penalty nu moet gaan verzilveren tegenover Marco Verbeij. En dat doet hij. Oh, laat hem kijken met zijn temperament. Schreeuwen tegen de bank, schreeuwen tegen de trainer. Geldt maar één ding en hij wil winnen. Alleen maar winnen. Tony Vink aangespeeld helemaal vanuit de rechteropbouw. Vizius. Oh, die wordt ook weer aangepakt door Lino Jansen. Ja, ja. Hij is weer in aanval. Ramos die naar voren stormt. Adams. En Ivo Stijns helemaal vrij. Ja, mooie goal. Ivo Stijns. Niet zoveel doelpunten gemaakt volgens mij. Zijn eerste zelfs. Ja. 19. 18. Dat gaat op en neer met het verschil. Lions volgens mij één keer lekker op voorsprong geweest. 4-2. En toen is het 2 minuten. Rob Smijts. Optelsom natuurlijk. Nog een paar keer even kijken wat hij doet. Ja. Ja, het is niet netjes. Wel goed gezien trouwens. Scherp gezien van scheidsrechters. Nogmaals. Misschien is troeve start wat ik niet... We zien het maar erg scherp zijn deze heren aan het fluiten. Hier en daar nog een wisseling. Goed. Haalsmeer, een man meer. Dus moet het maar benutten. Niels de Jong. Die wel een klap op zijn hand krijgt, maar hij gooit hem wel naast. Dat is jammer. Guido van de Heuvel vond het ook 2 minuten.
19-18. In ondertal. Maar wel een lege goal bij Lions. Die terug kunnen komen van 19-16 naar 19-19 als ze deze aanval verzilveren. Joris Baart. Ramos. Een beetje theater maakt. Maar dat hoort er allemaal bij. Toch wel weer de ervaring wat in het veld staat nu. In plaats van de jonge jongens bij Lions. Zoals Tim Roefs. En Straten die wel even in het veld stonden. Maar nu moet het toch wel weer gebeuren. Oh, wat een mooie redding zeg. Lekker. Wel een mooi schot van Joris Baart. Kijkt u hem even terug. Goed bekeken, maar mooie stuiter en eruit. En de scheidsrechter precies op de lijn. Dus je kon precies zien of die over de lijn was, ja of nee. En de bal moet, zoals u waarschijnlijk wel weet, helemaal over de lijn zijn. Dan pas is het een goal. Lopen, Tranevicius. En zo blijft het 19-18. Lisa Enthoven zit ook te kijken met alle vriendinnen. Dat zijn best veel. Gezellig dat jullie kijken, meiden. Het is nog gezelliger als we natuurlijk in de Bloemhof zijn. Hele hoge bal van Ramos. Waarom doet hij dat? Even rust. Niet meteen op goal schieten. 19-18. 11 minuten nog te spelen in deze prachtige mooie wedstrijd. Als alle wedstrijden zo spannend en zo mooi zijn in de handbal NL League. Ja, mooi. Mooie redding. Goed gehouden, Luc Hoyting. En Ivo Steins weer, ja, zijn tweede. Goed gevonden door Ramos. 2 minuten. Nee. Even dweilen. En daar is hij dan. De gelijkmaker 19-19. Met nog iets meer dan 10 minuten. Zo ziet u de scoreverloop. De dominantie is er niet meer, want het is tegelijk geworden nu. Als het goed is. Goed, welke kant gaat het op? De laatste 10 minuten deze mooie wedstrijd. Niels! Wow, Niels de Jong. Ja, die kreeg wel een duwtje mee. Gooide hem 30 centimeter boven de goal van Luc Hoyting. Samir Ben Ghanem met Tom de Bruin. Ja, mooi. Mooi goal, 20-19. Mooi doorgegaan door Samir Ben Ghanem. En mooi afgespeeld naar de rechterhoek. Wow, wow. Binnenkant paal, binnenkant paal. Leon Jansen. En wel hoor, 20-20. Het gaat gelijk op, dames en heren. Mooi goal door nummer 15 van Cambit Lions. Bottinga weer. Na de paar missers van
Niels de Jong heeft hier weer ingegrepen dat Tim maar weer op de opbouw moet. Oh, verkeerde paas door Rob Jansen naar Tom de Bruin. Aanval over. Ja, mooie goal. Lino Jansen weer. En zo staat Timbit Lions voor met 20-21. Komt alles mee weer terug. Ja, u ziet de dominantie. Heel rood vlak. En opeens komt daar weer een blauw puntje aan. Even puzzelen. En dat wordt weer dweilen. Straten die Tim Bottinga goed aanpakt. Kijk maar. Je wil draaien en hij grijpt er van achterlangs en denkt je komt er niet langs. Dan maar met z'n tweeën op de grond. 8 minuten te spelen. Even het bal. Reservebal. Helemaal vrij voor de keeper. Ramos die het wel weer lekker vindt dat hij hem natuurlijk keihard heeft verdedigd. Ongelooflijk. Hangt gewoon 2 man aan hem. Maar dat maakt Samir niet uit. Die gaat gewoon los. Die komt los en die schiet hem. 21-21. Moet nog even gedwijld worden. Nog even rust nemen. Iets meer dan 7 minuten te spelen. Gelijke stand weer. En eens kijken wie... Er worden een paar knikjes gedaan, dus volgens mij moet hij richting Joris Baart, die hem af moet schieten. Af moet maken. Het zijn allemaal van die kleine signalen die ze elkaar geven, omdat ze natuurlijk zo'n herrie maken. Al die supporters met die trommels en fluiten en toestanden. Nog allerlei mensen op de grond. Trouwen die weer in de mangel zitten bij de Hagenezen. Kijk er maar. Ramos. En... Oh. 2 minuten Jimmy Castien. Want die had Ivo Steins. Kijk er maar, kijk. Die had hem gewoon vast. Die liet hem te laat los. Wel een goede redding door René de Knecht. Maar terechte penalty voor Cambit Lions. Mag Ramos weer afmaken. Tegenover Marco voorbij. Eens kijken of hij nog een kunstje kan doen. Oh, penalty killer. Ja, kijk hem eens blij zijn zeg. Geweldig. Helemaal uit balans. En dan toch nog eventjes die bal. Ook niet echt scherp geschoten door Ramos. Want echt vol op zijn lichaam. En dan kan het toch wel langs. Maar 6 minuten te gaan. Gelijke stand 21-21. Niet echt veel doelpunten. Maar iedereen op de chat weer blij dat Marco hem gestopt heeft. Onze held. Donnie Vink.
Ja, haha! Die gaat naar de 10, hè? Geweldig, hè? Het is als een 10e. Ik tel gewoon niet mee, Peter. Het is maar goed dat jij er bent, want anders dan... Goed, Aalsmeer wel een man minder, maar wel met een doelpunt meer. 22-21. En als u net aan het genieten bent als ik, dan is het goed. Ivo Steins, prachtig aangespeeld door Joris Baert. Maar ook zo prachtig mooi vrijgespeeld. Kijk eens even, hij loopt mooi bij de verdedigers weg. Goed hoor. Nog maar 3 keer gescoord, maar wel 3 hele belangrijke doelpunten. Ivo Steins. Ook een soort van godvader van de Cambit Lions. 5 minuten te spelen. Weer gelijk, 22-22. Samir zegt, ja, ik word niet aangepakt. Weet je wat? Ik doe net of ik een opbouwer ben en schiet hem er keihard in. 23-22. Nog even een paar seconden ondertal. Joris Baert, Ramos. Gaat hij naar Strauven en dan uit de hoek vandaan. Zes jij en wappatee. René de Knecht. 23-22 blijft het nog. En er staat 6 man weer in de verdediging. Met nog maar 4 minuten te gaan, dames en heren. Druk. Coachende Bert Bauer hier onder mij. Strauver, die wordt aangepakt door Jimmy Kerstien. Even dweilen. Even rust. Helemaal op adem komen, zeg. Ik zag ook toch de mensen van NH Sport die ook nog even een impressie kwamen maken. Schrikkelijk mooi verdedigd ook, hè. Wordt helemaal aangesloten. En onderschat niet die Jimmy Kerstien, want die is echt ongelooflijk goed aan het verdedigen. Pak die Ramos aan. Kijk eens even. Tijdspel. Nog 3 passen en dan moet er geschoten worden. Ja, aanval afgelopen. En dat komt alleen maar door het verdedigende werk. En waaronder Jimmy Kerstien. Man of the match, ik ben heel benieuwd. René de Knecht. Donny Vink, ja, 10 doelpunten, ja. Maar ja, zo'n keeper die houdt ook wat doelpunten tegen natuurlijk. Ja, daar is Luc Hoyting ook, want dat is ook anders. Vorig jaar al... Heel goed einde van het seizoen. Oh, en een hele mooie redding, hele belangrijke redding van Luc Hoyting. En zo blijft het verschil maar 1. 23-22. Kijk eens even. Mooi gekeken. Lang gewacht. Heinz in aanval. Joris Baert. Daar is Jimmy Kerstien weer. Bal tegen Tobias Marks aangeschoten. 2 minuten nog te gaan. Precies nog 2 minuten. Joris Baert. Wow! Kanonschot echt. Ongelooflijk hard schot. En dat die reflex van René de Knecht zo met zijn linker uitschuifarm die bal terugpakt. Haalsman in aanval. 1,5 minuut te spelen. 1 punt verschil. Tottinga, die er doorheen wilde, maar met goed gesloten, kijk er maar.
Als die bal dan af kan gooien, maar dat kon hij natuurlijk niet meer naar Donny Vink. Dan staat hij natuurlijk weer helemaal vrij. Tranevicius. Jansen. Tranevicius. Tobias Marks. Gaat weer naar Tim Bottinga en naar Samir Beghanem. En die scoort 24-22. 1 minuut te gaan en het is een time-out. Time-out voor Gambit Lions. Die nog eventjes probeert om te kijken wat er kan. Gambit Lions die trouwens echt wel een mooi lijstje hebben. In 2010 zijn ze eigenlijk de Eredivisie ingekomen. Ze hebben de Super Cup 2 keer gewonnen. Bekerkampioen 3 keer. En Nederlands kampioen. Zijn heel tijd heel veel keer tweede prijzen gepakt. Ze zijn 3 keer landskampioen geworden. De laatste keer 2016-17. Benelink hebben ze ook nog een keer gewonnen, 2014. In 2017 de laatste keer landskampioen. En toen heeft Aalsmeer het overgenomen. 2018, 2019. En nu zijn ze regerend kampioen. Alleen de competitie is niet afgemaakt. Dus hebben we geen schaal. Anders hadden we nu de 12e schaal kunnen hebben. Oké. Nog een minuut, precies nog een minuut te gaan. 24-22. Ramos. Vecht tegen Samir aan. Probeert de bal naar Ivo Steins te krijgen. Dat lukt niet. Even dweilen. Er moeten hele rare dingen gaan gebeuren dat Aalsmeer deze wedstrijd uit handen gaat geven. Maar ja. Ik heb rare dingen gezien. U ongetwijfeld ook. Jimmy Kerstien. Joris Baart. Wow, mooi onderhand schot. Ja, mooi hoor. Tijd stil. Mooi goal. Mooie goal. 24-23. Met nog 25 seconden te spelen. Nou, 1-1. U ziet, alle verdedigers staan aan de voren. En die gaan allemaal proberen om die bal zo snel mogelijk weg te krijgen. En we hebben een time-out. Heel slim gedaan natuurlijk. Door Bert Bauer. Ik zei al dat hij sluw was. Even 15 seconden gespeeld. Even onder druk. En nu gaat hij natuurlijk zeggen, ja, hoe blijven we de bal in het spel houden? Even nog de sponsor van de week. De content creative, de creatieve mensen. Die alle mooie brievenpietjes, visitekaartjes, enveloppen. Maar ook de content voor Instagram, Facebook en noem maar op. Hieronder de spelers die door Wai en door Bert worden besproken. Maar aan de andere kant staat hier nog Jeffrey Groeneveld. Die de 2 keepers zat te bespreken. Maar die zijn alleen maar aan het lachen. Maar goed, we zijn er nog niet. Wel een paar spelers die nog niet gespeeld hebben. Waaronder Marvin van Offeren. Jeremy van der Ban. Maar die vindt het niet erg. Dat weet ik zeker. Want die denkt van het maakt mij niet uit. En Don Hartog hebben we ook niet gezien. Die een geweldige voorbereiding had. En een redding van het schot van naastgeschoten door Juan Ramos. Oh, een paar seconden nog. 3 seconden zie ik. Nee, 5 seconden. 5 seconden. Er kan nog van alles gebeuren, wat ik al zei. Nog 2 minuten. En je zou zeggen, je geeft het niet weg. Maar het kan nog wel gelijk worden, dames en heren. Helemaal niet zo raar. Oh, er gebeurt wat aan de tafel.
Hij wil nog een time-out. Maar dat kan volgens mij niet in de laatste 10 seconden. Gebeurt van alles, kijk er maar. Even overleg tussen de scheidsrechters, waarschijnlijk. Carla van Dijk met de zevende speler in het veld. Natuurlijk, twee cirkellopers. Eens kijken wat ze bedacht hebben. Ramos. Nou, Joris Paard, die moet schieten. Ja, het mislukt. Penalty, zegt Ferry. Ferry van der Beek geeft een penalty in de laatste seconde. Wat een beslissing, hè? Moet je ook maar durven geven. Er zit zelfs iemand op Bonaire te kijken. Hoe geweldig is dat? Bonaire. Oké. Het is 24-23. Laatste seconde. De penalty moet genomen worden. En daar hebben we natuurlijk Marco Verbeij voor. Die al een paar penalties heeft gehad. We gaan nog eventjes kijken. Penalty van de Beek. Nog even terug gaat. Marco Verbeij die extra lang doet om naar de goal te gaan. Goed. Ivo Steins gaat hem zelf nemen. Wat een einde van deze wedstrijd. Gelijk. 24-24. Ze vieren het als een overwinning. En Aalsmeer is er helemaal niet blij mee. Dat is natuurlijk ook al doen. Maar het was een mooie wedstrijd, dames en heren. 24-24. Iedereen, alle twee een punt. En hier zien we de doelpuntenmakers. Donny Vink met 10. Joris Baart met 6. En Samir Benghanem ook met 5. Goed. Nogmaals. Wij moeten afbreken met een rotgang naar een andere locatie om daar weer verder te gaan. Heel vreemd einde, ziet u wel. Hè. Er zijn heel weinig mensen blij. En er zijn maar 4-5 mensen die heel gelijk blij zijn die op de tribune zitten met een gelijkspel. En de spelers van Lions die blij zijn die hem er toch uitgesleept hebben. 24-24, einde wedstrijd tussen Green Park, Handbal Aalsmeer en Cambit Lions. Ik dank u voor de aandacht en ik hoop u voor de volgende keer, volgende week tegen Bevo, dezelfde tijd bij de Lions, weer te zien. Dank u wel.